Ik zou hier lekker een biertje drinken met de wethouder van Schijndel, Eus Witloks. Hoe is het? Goed, gezellig. Mooi weer, droog. Ik hoop dat we er een paar uur volhouden, dan is er niks zo mooi als paaspop. Geweldig. Ja, 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 precies. Ga je elk jaar een paaspop? Jij bent echt een Schijndelse, dus... Ik ben wisselend vertegenwoordigd. Het hangt een beetje vanaf wanneer de kinderen gaan en thuis zijn. Want wij, de ene keer komen ze naar huis, dan bakken ze een ei of een frikandel. En de andere keer dan gaan wij op stap. Dus als ik goed begrijp, als de kinderen gaan, moet jij thuis blijven? Om te zorgen dat er geen rare dingen gebeuren. Ja, er zijn er vier die zijn hier eigenlijk permanent aanwezig. Maar de jongste die is thuis. Dus wij proberen een beetje evenwicht te vinden van wanneer we weg kunnen. Een paar uurtjes meepikken en dan weer zorgen dat we bij de kleinste thuis weer een hapje eten en zo. Ja, ah, geweldig. Hoe staat de gemeente erin, zeg maar? Paaspop, geweldig evenement. Mooie promotie voor Schijndel. Ja. Wat gebeurt er in de gemeente, zeg maar? Waar wordt over gesproken als het over Paaspop gaat? Ja, maar Paaspop, joh, dat hoort bij het cultureel erfgoed van Schijndel. Het zet Schijndel op de kaart. Het is een gemoedelijkheid, een sfeer die als dorp gewoon graag wil uitstralen. Dus daar is het gemeentebestuur, daar is eigenlijk iedereen is daar trots op. Ja. Het is echt een geweldig evenement. Ja. Van alles wat. Ja, precies. Ik denk het mooiste Brabants evenement van het jaar, hè? Op dit gebied. Hè? Dit is ongekend wat hier gebeurt. Ja. Zijn er plannen voor uitbreidingen of geef even wat inside information voor de vaste kijkers van de Los. Wat jij al weet, maar wat je eigenlijk nog niet uit mag lekken. Nou weet je, ik ben eigenlijk benieuwd waar de mensen van Paaspop mee komen. Het is een evenement wat elk jaar een beetje groeit. Elk jaar nieuwe bands en attracties in huis haalt. Ja, ik ben eigenlijk benieuwd wat ze volgend jaar weer bedenken. En in principe is het gemeentebestuur altijd bereid om mee te denken. Ja. Het is echt een evenement, dat zeg je net heel goed, ja. Met nog een aantal andere festivals. Wat Schijndel, eigenlijk heel Brabant, eigenlijk heel Nederland op de kaart zet. Ja. Dus het begin van de festivalseizoen, ja, ik ben er eigenlijk best trots op, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Oké, okay, hey, hartstikke bedankt. Ik zou zeggen Peter Sanders. Dat wou ik net zeggen. Peter Sanders, leef je uit. De wethouder heb je mee. Ik zou zeggen, the sky's the limit. Op naar volgend jaar. Dankjewel.